Dag reviewvrienden, ik ben er weer. Niet helemaal zoals jullie het leuk zouden vinden, namelijk gezond en wel. Niet helemaal zoals ik het leuk zou vinden, namelijk gezond en wel. Maar het leeft. Ik zou je vertellen, het was op het randje weer. Het is niet te geloven, maar ik heb toch wel een conditie en een weerstand van een net even te vroeg overleden aids-patiënt, als je mij vraagt. Maar goed. Laten we daar niet te moeilijk over doen. Ik heb het weer overleefd. Wat had ik? Ik had bronchitis, dus hoesten, dat heb ik nog steeds. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik heb het ook een beetje, voel me een beetje koortsig. Hoe kan dat nou? Derde keer corona. Ja, derde keer corona. We hebben de Chinese variant, de vleermuizen variant. Of is dat vrouwenontkracht? Denk ik wel, hè? Maar goed. Daarna had ik Delta, die was ook lekker. Heerlijk. En nu had ik Omicronnetje, was ook top. Dus ik heb het drie keer gehad, nog één keer een andere variant. En ik kan ermee kwartetten, hartstikke leuk. Maar, ik zal even vertellen, ik ben weer negatief. Negatief zoals altijd, zeggen we dan maar weer. Maar ik heb jullie gemist. Jullie mij misschien ook. Want laten we eerlijk zijn, zonder review op de maandag en de woensdag en de vrijdag, is de week niet zoals je hoort zijn. Precies. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik heb er toch wel eens in hand, hè? Zo uit de dood herrezen. Rise like a phoenix. Kanjers. Kanjers zijn stroopwafels. Heb ik wel eens een kanjer stroopwafel gegeten? Nee. Eet ik wel eens een stroopwafel? Ja, want ik vind stroopwafels heerlijk. Het is een fantastisch product. Misschien wel een van de lekkerste cookies. Als je het mij vraagt, is het denk ik wel een van de lekkerste cookies. Laten we wel lezen. Je kan ze natuurlijk in de supermarkt kopen in allemaal verschillende soorten, maten en merken. En je kan ook, en dat was natuurlijk vroeger ook zo'n feest, op de markt en de braderie. Bestaat er nog, braderie? Kon je vers gemaakte stroopwafels kopen. Er stonden dan van die koekenbakkers. Die stonden dan met een beetje deeg. Die mieten ze dan dus tussen zo'n plaat. Nou, dan bakten ze dus twee van die... Nee, één zo'n dingetje. Dan sneden ze hem door de midden zo met een lang mes. En dan deden ze van die kokende, heerlijke, warme kokende stroop deden ze erop. Nou, hartstikke lekker, zou je zeggen. Ja, dat was hartstikke lekker. Ja, dat was lekker, man. Warme stroopwafels op de markt. En dan kon je als bijproduct, verkocht die fan dan kruimels. Dus stukjes kapotte stroopwafel die hij over had, als hij hem dan uitstak om hem rond te maken. Dat was ook fantastisch. Heerlijk. Maar goed, ik ben er dus gek op. Dus wat kan hier mis mee gaan? Ik denk niet veel. Ik vraag me alleen af waarom kanjers heten. Waarschijnlijk omdat ze groot zijn. Maar of ze nou anders zijn dan gewone stroopwafels. Ik zou niet weten. Extra lekkere stroopwafels, de kanjers. De originele staat erop. Extra lekker. Dus dan... Ja, dan weet je het wel. Hier heb je de... Oh, kijk. Stroopwafels met speculaassmaak. Ben je mij alweer kwijt, hè? Ja, ik ben een conservatieve oude man. Ik hou dan van stroopwafels die gewoon een stroopwafels maken. Hè? En dan heb je bijvoorbeeld speculaas en dan smaakt naar speculaas. Ik ben niet helemaal van het crisscross fusion, confusion gebeuren. Ouwits, geef ik je even toe. En dan heb je hier... God, een stroopwafel. Nee. Dit is maar een stroopwafel. Dit is een andere kanjer. Een melkchocolade karamel zeezoutwafel. Dus dat is ook een soort van stroopwafel. Maar dan zit er nog een chocola omheen en karamel zeezout troep. Stroopwafel ding. Pooh, zeg hé. Het begint me al... Oh, ik heb toch dagen ziek in mijn nest gelegen. Ik moet hier bijna gelijk alweer van koren. Laten we even één ding zeggen. Dit is een reviewkanaal. In het reviewkanalen proeven wij. Oh, kijk. Dat zit allemaal in... Oh, dat is wel handig. Dat zit allemaal in losse pakjes. Dus dan kan je dat meenemen naar school, kantine en kantoor. Nou, de gewone kan je in stroop halen. Wat kan je daar nou aan verpesten, is de vraag. Hier kan je niks aan verpesten. Kijk. Gewoon zoals een stroopwafel hoort te zijn. Van die koek door de midden gesneden en een zootje stroop tussen gebaggerd.
Ze had genoeg de dishes. Het enige om een stroopwafel vies te krijgen is dat die oud is. Dus open staat en al een tijdje in een pakje. Maar ja, kan met het cellofaantje. Niks mis mee. Maar is gewoon een soort van hardcookie. Zoete stroop. Prima stroopwafel. Waarom deze dan extra lekker zou zijn, dat weet ik niet. Want het is gewoon lekker. Gewoon een lekkere stroopwafel. Helemaal goed. Niks meer aan doen. Maar toen dacht de firma Kanje, ja de groeten. We kunnen niet leven van een gewone stroopwafel. Alleen, we gaan lekker experimenteren. We gaan gek doen. Nou, dan ben je mij al kwijt. Maar voor hetzelfde geld, joh. Laten we eerlijk zijn, we hebben de meest vreemde dingen meegemaakt met die reviews. Misschien is een speculaar stroopwafel wel helemaal te gek. Laat ik me, nadat ik de derde keer corona heb overleefd, gewoon een keer openstellen voor de dingen des levens. Bijvoorbeeld een speculaars stroopwafel. Is hij veel donkerder dan de gewone? Nou, misschien een heel klein beetje. Ruikt hij naar stroopwafel? Ja, ruikt hij naar speculaars? Ja, ook. De vraag is, als je twee koekjes mixt, ben je ze dan allebei kwijt? Of hebben ze allebei nog? Is er iets moois ontstaan, hè, dat ze samen nog iets moois maken? Ja. Ik vind de speculaarstroopwafel van Kanjers niet vies. Ben ik blij met die extra smaak van die speculaarskruiden in die koek? Ook niet. Ik vind het niet extreem lekkerder door geworden. Ik vind hem eerlijk gezegd iets minder dan de gewone. Maar het is helemaal niet vies. Nog steeds een prima koekie. Maar laten we wel wezen, de originele smaakt naar stroopwafel. En de speculaarstroopwafel smaakt niet naar de originele. Ja, pittig. Nou, dan gaan we even helemaal out of the box. Dan hebben ze gedacht, weet je wat, dan hebben we ook nog een ander soort kanjer stroopwafelkoek. Maar wat hebben we daar nou mee gedaan? Of is dit helemaal geen stroopwafel? Nou, daar snap ik helemaal geen moe meer van. Zit hier een stroopwafel in? Dat is de vraag. Kijk, het stroop spuit er al uit. Dus waarschijnlijk is dit een stroopwafel in de chocoladegezodemieter. Of niet? Dat weet ik, ik kan er niet doorheen kijken. Ik kan veel, maar ik kan er niet doorheen kijken. Het is niet dat na de derde keer corona dat je dan opeens door dingen heen kan kijken. Het is niet dat je dan door die in een fabriek in China gemaakt virus. Of zeggen we dat nog niet? Zeggen we nog steeds dat het van die vleermuis komt? Nou ja, goed. Dat je dan op een gegeven moment door dingen heen kan kijken. Dat is nog niet zo. Misschien bij de vierde keer, we kijken wel. Dus helemaal geen stroopwafel. Dus een heel ander soort koek. En dit is gewoon zeg maar een biscuitkoek met een kledde karamel en een chocola. En dan noemen ze dat dan karamel zeezout. Ik moet bijna overgeven. Nou, dat valt wel mee. Ik hoef niet gelijk over te geven, maar het is van die chocola en een karamel. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Ik ben nu al misselijk. Wat dit wel natuurlijk is. Dit is gewoon een Twix. Dit is gewoon een platgereden Twix. Totale platgereden Twix. Zo'n cookie, chocola en karamel. Platgereden Twix. Is een Twix vies? Nee. Is een platgereden Twix dan vies? Ook niet. Het is geen stroopwafel. Stel je voor de cijfertjes. En de cijfertjes zijn... De kanjer. Chocoladekanjer. Met karamel zeezout erin. Dat is precies wat hij zegt. Een cookie met karamel zeezout erin. En chocola. En is dat vies? Nee, ik word er misselijk van. Ik kan het niet tegen. Maar het is helemaal geen vies ding. Het is een platgereden reder. Of een Twix. Vroeger heette dat reder. Toen Jantje nog een Jantje was. Een Twix. En die zijn helemaal niet vies. Het is gewoon een zesje. Waarom een zesje? Ik moet er van spugen. Ik word er misselijk van. Dat is alles. De speculaas stroopwafel. Kan mij niet echt bekoren. Dat betekent namelijk dat het, ja, ze proberen dan een extra smaakje in de stroopwafel te stoppen. Dat kan, je mag alles proberen, zeg ik dan. Alleen, het maakt het niet echt veel lekkerder. Het maakt het een beetje muffig.
Die krijgt ook een 6. En de originele stroopwafel is een winnaar. Die blijft een winnaar. Zal altijd blijven winnen. Echt oer-Hollands product, dames en heren. Mogen we trots op wezen. De stroopwafel, originale, extra lekker. Is ook gewoon hartstikke lekker. Die krijgt van mij een 8. Stroopwafels krijgen mij altijd een 8. Want ik vind stroopwafels namelijk de bom. Nou, dat was het. Ik hoop dat ik weer een tijdje uit het bed blijf. Dat ik een tijdje blijf leven. Hè? Maar dat weet je maar nooit met mijn weerstand. Dat zullen we kraken. Nou, tot wellicht vaker. Doei!